Bureau Bart. Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Het nieuwe boek van Marjolein. Jouw lievelingsboek. Ja, een nieuw boek. Ja, eigenlijk is het gewoon helemaal geen nieuw boek. Het is een boek wat, even spieken, uit 1911 komt. Maar hij is opnieuw vertaald. 1911. En hij ligt nu weer dus opnieuw in de winkel in een nieuwe vertaling. En die vertaalster, dat is Imme Dros. En Imme Dros is diegene van wie ik twee weken geleden dat sprookjesboek bij me had. Ja, dat geïllustreerde sprookjesboek. Ja. Ja. En toen hadden we zoiets, waren we op zoek nog naar een Roodkapje 2.0. Klopt, konden we niet vinden. Heb je hem gevonden? Ik heb een verrassing voor je. Ik heb Roodkapje 2.0 gevonden. Oh, echt? Ja, jongens, luister even mee. Dat is hilarisch. Er was eens een meisje genaamd Roodappje. Die zat de hele dag op haar telefoon. Op een dag vroeg moeder aan Roodappje of ze naar grootmoeder wilde gaan. Grootmoeder had namelijk al dagen geen blauwe vinkjes laten zien. En moeder maakte zich zorgen. Roodappje ging het bos in, maar in plaats van Google Maps te openen, begon ze te WhatsAppen, te Instagrammen en te Snapchatten. Net zo lang tot al haar beltegoed op was. En daar stond ze dan, helemaal alleen. Ze hoorde reaguurders fluisteren dat haar reet vijf reten was. En boze vogels twitterden nare dingen. OMG, dacht Roodappje, en ze wilde dat op Facebook posten. Maar ja, ze had geen 4G. Gelukkig wees een vos haar op een pannenkoekenhuis dat volgens hem wifi had. Eenmaal daar aangekomen bleek dat er wel wifi was, maar dat het van die wifi was waarbij je moet inloggen met je Facebook-account. En dat dan iedereen kan zien dat je bij een pannenkoekenhuis bent geweest. En dat is toch altijd een beetje gênant. Roodappje ging weer op pad en na 7000 stappen op haar stappenteller vond ze het huis van grootmoeder. Daar, op bed, lag grootmoeder te tinderen. Wat heeft u een grote mond, zei Roodappje. Dat is om mensen mee verrot te schelden op internet, zei grootmoeder. Maar toen sprong grootmoeder uit bed en wat bleek? Het was een internettrol. Grommend kwam hij op haar af. Gelukkig had een jager via een livestream alles gezien. En net voordat de trol Roodappje besprong, schoot de jager de boze trol neer. Hoera! Van het hele bos kreeg de jager kudo's. Tot iemand een opiniestuk schreef dat de jager excessief geweld had gebruikt en het vreemd was dat hij via een livestream de slaapkamer van een bejaarde vrouw in de gaten hield. En niet veel later werd de jager daarom opgepakt en veroordeeld voor privacyschennis. Maar Roodappje was gered. Hashtag fucking chill. Het is wel, het is wel even uit een andere eeuw dan dit. Ja, ja, ja. Fucking chill. Goed, even ter illustratie. Even naar Imme Dros, het geïllustreerde sprookjesboek. Yes. Zeggen we even naar de orde van de dag over. Ja, nou ja, het boek wat ik mee heb is dus... Het is geen sprookje. Maar ja, het is een boek dus van bijna 100 jaar oud. Dus er zit wel degelijk ook wel een moraal in of zo. En... nou ja, jij weet het, maar de luisteraar weet dat niet. Dat ik heb pas in een jury gezeten van een grote prijs. En ik heb 50 boeken in 2 maanden moeten lezen. En dan ben je daar klaar mee en dan vraag je je af, wat nu? En toen liep ik de boekhandel in en toen zag ik in 1 keer deze liggen in zijn nieuwe vertaling. Ik heb hem ook direct gekocht. Want het originele boek wat ik heb, dat is een boek wat ik van mijn oma heb gekregen. Waar geen pagina meer op dezelfde plek zit. Die is niet meer te lezen. Maar ja, hij zit in mijn hart. Dus pagina gaat... 47 op, zit op plek 21. Oh, het gaat helemaal nergens meer over. Dus ik heb hem nou opnieuw gekocht. En weer opnieuw onder de indruk. Terwijl ik dit boek lees ik dus echt vanaf mijn 7 of zo. En om de zoveel jaar weer. En het gaat over De Geheime Tuin. Van Frances Hodges Burnett. En zij is een Britse. En zij heeft een boek geschreven over een meisje... dat uit India komt. Maar in India is haar familie en haar bediende... alles, weet je wel, zo'n rijk, gegoed meisje. Iedereen is dood door de... Ik geloof de tyfus, ben ik even kwijt. Maar volgens mij was in één klap, was in één keer patsboom, iedereen dood. En zij is de enige die dat overleeft. En zij wordt dan vervolgens naar Engeland gehaald... naar een oom die ze niet kent, nooit gezien heeft, niks. En ze komt dan in Engeland aan. Natuurlijk een wereld van verschil met India... En ze komt daar in een heel groot kasteel. Ze krijgt daar een soort van, dienstmeisje. Maar dat is gewoon een plattelandsmeisje. En die behandelt haar totaal niet zo zoals de bedienden in India haar behandelden. Want die hebben ervoor gezorgd dat zij echt een vervelend, verwend
kind is geworden. En dat meisje daar, die doet daar gewoon allemaal niet aan mee, die bediende. En die zegt, kun jij jezelf niet aankleden? Wat is dat voor onzin? Hupsakee, zo gaan we dat doen. Ja, zo wordt het ook, hè? Het hoeft niet over het paard geteeld te worden, toch? Nee, maar ja, 100 jaar geleden gebeurde dat natuurlijk wel, hè? Andere tijd. Andere tijd, en dat is wel echt... dat meisje krijgt van die bediende te horen over de heide, vlak naast dat kasteel. Over haar broertje die daar rondzwalkt, die goed is met alle dieren. En dat meisje, Mary, die wil dat ook. Die is daar jaloers op en die wil dat en gaat dus op een gegeven moment buiten maar op onderzoek uit. Want binnen is er geen reet te beleven. Die oom is altijd weg, dus daar heeft ze niks aan. En dan ontmoet ze op een dag een tuinman. En die tuinman heeft een vriendje, een musje. En dat musje wijst haar de weg naar de geheime tuin. Wacht even hoor. Ja, zo'n musje. Zo'n musje. En die wijst haar de weg naar de geheime tuin. Die is namelijk al 10 jaar lang op slot. De sleutel is begraven. En er is een heel verhaal omheen. Maar zij vindt die sleutel. Zij ontmoet die jongen die altijd op die hei leeft. En ze gaan samen die tuin weer tot leven wekken. Dieren spelen er rond en niemand mag weten van hun geheim. En dan op een gegeven moment, nadat ze een paar keer 's nachts gehuil heeft gehoord in dat kasteel, gaat ze op onderzoek uit. Want iedereen zegt dat gehuil, nee, dat is de wind. Maar is het ook zo'n sprookjesboek of zo'n boek, zeg maar, waar de dieren ook kunnen praten? Nee, dat niet. Dat niet, nee, okay. Nee, dieren zijn gewoon dieren. Maar zij ontdekt dus in dat kasteel dat er nog een jongen leeft. Hele vervelende jongen. Hij is ziek. Hij denkt dat hij doodgaat. Hij kan niet lopen. En dat is de zoon van die eigenaar van dat kasteel. Dus het is haar neefje. En zij vindt hem dus nog veel vervelender dan zij is. En slaat met vuist op tafel en zegt, zo gaan we dit niet doen. En ze worden bevriend. En zij neemt hem mee in dat geheim van die geheime tuin. En wat voor een rol die tuin dan speelt, dat is fantastisch. Nou ja, en daar zit natuurlijk ook een beetje de moraal van die schrijfster. Die vindt, kinderen moeten buiten spelen. Kinderen moeten naar buiten. Daar word je beter van. Dat heeft een kind nodig. En natuurlijk, zo'n moraal, ach, dat zit er dan een beetje doorheen verweven. Maar toch, dit verhaal, dat neemt je gewoon van begin tot einde mee. En ik weet ook dat ik niet de enige ben van wie dit het lievelingsboek is. Er zijn er heel veel van wie dat is. En, nou ja, en nu is hij er dus. Weer in een nieuwe uitgave. Spannend. Heerlijk. De geheimen van de Secret Garden. Yes. Die worden allemaal duidelijk. Wereldwijd echt gaat dit boek ook... ik zou niet zeggen dat het zo groot is als Nijntje. Maar het scheelt niet veel. Hoe heet de schrijver trouwens? Frances Hodges Burnett.